In het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij is vandaag in het Nationaal Archief Suriname de expositie Famiri Familie geopend. In deze expositie worden verschillende familierelaties weergegeven tussen nakomelingen van slaafgemaakten, contractarbeiders en het Nederlandse volk. Deze expositie wordt simultaan gehouden in Nederland, in het Nationaal Archief Nederland. Nationaal archivaris Rita Chinfu zei dat in een samenwerking met Stadsherstel Amsterdam er zoveel mogelijk geprobeerd wordt om de gezamenlijke archieven te ontsluiten. Suriname heeft een pijnlijke en ongelijkwaardige relatie met Nederland. De expo Famiri Familie is een terugblik naar het verleden waaruit er lering getrokken moet worden, meent Chinfu. Minister Bronte Sommerhardje van Binnenlandse Zaken haalde aan dat Suriname wel een geschiedenis deelt met Nederland. Echter wordt die geschiedenis hier in Suriname anders ervaren. Hier is het een van onderdrukking en pijn. En in Nederland is het een geschiedenis van roem, rijkdom en wilde. Dit zijn concrete feiten die zijn vastgelegd in de archieven. De vraag die nu gesteld moet worden is hoe wij omgaan met dit zwaar beladen verleden dat wij met elkaar delen. De expositie Famiri Familie, Surinaamse Amsterdamse verhalen, kunt u beschouwen als de aanzet om een gesprek te initiëren over dat pijnlijk verleden. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bracht in herinnering dat de slavernij een mensonterend systeem was, waarbij er sprake was van onderdrukking en uitbuiting van Afrikanen door Europeanen. Echter wijst hij erop dat na 160 jaar afschaffing slavernij bepaalde groepen slechts de slachtoffersrol van de slavernij benadrukken. Slavernij was wreed, maar onze voorouders waren heldhaftige en weerbaarstige mensen die alles in hun vermogen deden om te overleven en voort te leven. Ook die verhalen die over wreedheden moeten wij delen en benadrukken. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, zei dat Suriname nog echte familie moet worden met Nederland. Daarom is het nodig dat beide landen naar herstel werken. Surinaamse helden worden verzetstrijders genoemd en dat mag niet langer zo zijn. Bij wet gaan we regelen dat ze geen verzetstrijders zijn, want ze hebben geen verzet gebroken. Het waren helden, ja? Die het Surinaams belang, die de mensonterdige waardige wijze die ze werden behandeld, hebben kunnen breken. Ja? Dat we hier vandaag kunnen staan. En sommige dingen gaan we moeten benoemen. En we hopen dat Nederland daaraan meewerkt. Om te voorkomen dat die pijn, want die pijn is er nog. Ja? Die naweeën van onze slavernijverleden, die is er nog. We kijken, we rijden rond in de buurten, we zien een stukje realiteit. En dat heeft allemaal te maken met onze slavernijverleden. President Chandrika Prasad Santokhi, die de expositie Famiri Familie voor geopend verklaarde, zei dat het tijd is dat de geschiedenis vanuit een Surinaams perspectief wordt geschreven. Daarvoor wijst hij naar de gedachtegang van Anton de Kom, die in zijn tijd al sprak over het schrijven van eigen verhalen over onze helden en dat ze ook opgenomen moesten worden in het onderwijs om het emancipatorisch proces van het volk te bevorderen. Anton de Kom was in vele opzichten zijn tijd ver vooruit, want hij stimuleerde het Surinaamse volk om zijn identiteit te ontdekken. Ik ben daarom zeer content te vernemen dat de Nederlandse regering hem in ere heeft hersteld en een leerstoel wordt ingesteld. In Suriname zullen wij ook moeten investeren in onderzoeksprogramma's over ons koloniaal verleden en tegelijkertijd in cultuureducatie via de bestaande onderwijsstructuren. De expositie Famiri Familie staat tot 31 oktober 2023 in het Nationaal Archief Suriname. In Nederland loopt deze expositie tot januari 2024.